Een stad die het voorrecht geniet een viervoudige hoofdstad te zijn. In de eerste plaats van België, vervolgens van Vlaanderen en de Franse gemeenschap en tot slot van de Europese Unie. Brussel werd officieel opgericht in 979 en draagt vandaag als embleem een gele iris op een blauwe achtergrond. Een bloem die al voorkwam op de scepters van de opvolgers van Karel de Grote. In het hart van de stad ligt het Koninklijk Paleis. Een indrukwekkend gebouw met een neoclassieke gevel, waarvan de oorsprong teruggaat tot de 18e eeuw. Een paleis waar Albert II, de zesde koning der Belgen, elke dag onverdroten werkt. België is immers sinds 1831 een constitutionele monarchie. De grondwet mag de macht van de koning dan wel beperken. Hij wordt geenszins teruggedrongen in een figurante rol. Verre van zelfs. Met zijn suggesties, zijn waarschuwingen, verwittigingen of aanmoedigingen heeft de koning een aanzienlijke invloed op de politieke wereld. Hij vervult ook een bemiddelende rol bij zijn ministers ten gunste van heel wat burgers die zich tot hem wenden om recht te doen geschieden. De koning is in feite het symbool van de eenheid en het voortbestaan van de natie en de moderator van het politieke leven. Maar laten wij de koning rustig voortwerken aan zijn dossiers en maken wij van de gelegenheid gebruik om de schatten in zijn paleis te ontdekken. Beginnen we bij de eretrap, die uitsteekt boven het standbeeld van de hand van Charles-Auguste Fréquin, dat de vrede belichaamt in de godin Minerva. In de Oostenrijkse periode bevond zich hier geen trap, maar een straat, de Heraldiekstraat, tussen twee herenhuizen, die na 1815 werden samengevoegd en omgebouwd tot een paleis. Zoals veel historische gebouwen maakte ook het Koninklijk Paleis van Brussel verscheidene fasen door, voordat het zijn bestemming kreeg die nu goed gekend is bij de vele Belgen die er alle dagen voorbij komen wanneer ze naar hun werk gaan. Het was dus pas in 1872, op verzoek van Leopold II, dat architect Alphonse Ballat deze eretrap bouwde, die een praktische en prestigieuze toegang moest bieden tot de feestzalen op de eerste verdieping. De treden van wit marmer vormen een geslaagd contrast met de leuning van groen marmer en de veelkleurige tegels van de overlopen. Betreden wij nu de grote voorkamer die het licht zag tijdens de heerschappij van koning Willem I van Oranje van de Nederlanden. Deze zaal, waarvan de bouw werd gestart door architect Charles van der Straeten en werd afgewerkt door Tilmont François Suys, omvat een fries in bas-relief die werd toevertrouwd aan de Franse beeldhouwer François Rude en aan de mechelaar Jean-Louis van Geel. Eerstgenoemde werd belast met de afbeelding van de handel, de scheepvaart, de overvloed, de voorzichtigheid en twee geesten die de Nederlanden op een aardbol tonen. De tweede riep de nijverheid, de landbouw, de macht en de vrede op, als ook de vereniging van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Dit laatste relief toont het enige beeld van de Nederlandse leeuw dat er nog in het paleis aanwezig is. Na de voorkamer begeven we ons naar de salons. Deze twee vertrekken zijn gemeubeld met een opmerkelijk geheel van empirezetels. Een geschenk van de Franse koning Louis-Philippe bij het huwelijk van zijn dochter Louise-Marie met koning Leopold I. Dit meubilair is beslist de parel van de koninklijke collectie.
nog een trap. Dit was lange tijd de hoofdtrap, tot die werd ontroond door de eretrap die Leopold II liet bouwen. Ontroond, maar niet verwaarloosd, want hij werd met de grote middelen gerestaureerd. Voor de versiering werd een beroep gedaan op schilder Jean-Baptiste van Moor. Hij maakte de schilderijen die diverse aspecten van de beroemdste plaatsen in Venetië tonen. Het geheel kreeg dan ook heel logisch de naam Venetiëtrap. Dringen wij nu door tot de salons Goya en Leopold. Twee grote vertrekken met meubels en voorwerpen die tot de koninklijke collectie behoren. Deze staatscollectie zag het licht na de val van Napoleon en werd aanzienlijk uitgebreid onder het bewind van Leopold II. De verbouwing en uitbreiding van het paleis vergden de aankoop van nieuw meubilair. De staat nam een deel van de kosten voor zijn rekening. De koning zelf spaarde geld noch moeite om het interieur van zijn residenties in te richten. Hij koos typisch 19e eeuws meubilair, geïnspireerd op de Lodewijk XVI-stijl. Na de dood van de vorst in 1909 werd zijn persoonlijke collectie kunstwerken, waaronder de verzameling die hij van zijn ouders had geërfd, opgenomen in de koninklijke collectie. Het is bekend dat koningin Elisabeth, echtgenote van koning Albert I, veel belangstelling had voor kunst en vooral voor muziek. Op deze plaats speelde de koningin met Eugène Isaïe als leraar viool en ontving zij bevriende muzikanten. Ook liet de koningin in deze salon films projecteren op een groot scherm. Zullen doorlopen, ontstonden tijdens de bouwwerken van het paleis voor Willem I van de Nederlanden. Ze zijn allemaal rijkelijk versierd met schilderijen, zoals deze steniging van de heilige Stefaan, die Leopold I uit Engeland meebracht. Het gaat om de Lodewijk XVI-salon, de zogenaamde salon met de pilasters en de salon van de maarschalken. Hier herkennen wij koning Boudewijn en koningin Fabiola, geschilderd door Anne Rutte. Werken uit 1976. En een beetje verder het portret ten voeten uit van koningin Astrid door Joseph Damiens en Anne Rutte in 1936. Deze drie vertrekken leiden naar de troonzaal van Willem I. De Lodewijk XVI-salon diende als antichambre, de andere twee als audiëntiesalon van de koning en als wachtzaal. Later, tijdens de tweede helft van de 19e eeuw werden de salon met de pilasters en de salon van de maarschalken gebruikt als eetzaal en als salon door de maarschalken, anders gezegd de hoogwaardigheidsbekleders van het hof.
In de salon van de Maarschalken hangen twee imposante schilderijen. Dat van koning Leopold I en dat van zijn echtgenote, koningin Louise Marie, geschilderd door Gustav Wappers. Met de troonzaal komen wij in het deel van het paleis dat werd gebouwd op initiatief van koning Leopold II. Die had een voorkeur voor de Franse architectuur, in het bijzonder die van het paleis van de Tuileries en van het kasteel van Versailles. Hij vroeg dus aan architect Alphonse Ballat, aan wie wij ook de koninklijke serres van Laken danken, uit die gebouwen inspiratie te putten voor de realisatie van deze troonzaal. Die is opgesplitst in drie delen, gescheiden door massieve pilasters. Het linkerdeel heet de Salon van de 17 Provincies, naar de naam van een salon van het paleis van Willem I die aan de troonzaal grenst. Een ander deel is ontworpen als balzaal, een zaal met 11 grote luchters en 28 kandelaars. Voor de beelden van de troonzaal deed architect Ballat een beroep op Thomas Vinsot en Auguste Rodin. Laatstgenoemde werkte mee aan de realisatie van tenminste één van de vier bas-reliefs in het midden van de zaal. De versiering van deze zaal van meer dan 1000 vierkante meter bestaat uit siermotieven met bladverguldsel. Het eikenhouten parket is versierd met inlegwerk van exotische houtsoorten zoals esdoorn, mahonie en ebbenhout. Tussen de motieven herkennen we het monogram van koning Leopold II en koningin Maria Henrietta. Vandaag wordt de troonzaal vooral gebruikt voor grote ceremonies, maar tijdens de Twee Wereldoorlogen werd ze op initiatief van koningin Elisabeth ingericht als ziekenboeg. De troonzaal diende tot slot ook als decor voor het burgerlijk huwelijk van koning Boudewijn en koningin Fabiola op 15 december 1960. Vandaag worden grote galerijen die wij hier ontdekken meestal gebruikt voor grote recepties voor 500 tot 600 genodigden. Het meubilair van deze zaal en van de aangrenzende zalen werd speciaal voor deze vertrekken gekocht. Het werd gekozen in een stijl die aanleunt bij de Lodewijk XVI-stijl, in verguld hout, bekleed met rood damast. Dit vertrek valt echter vooral op door zijn geschilderde plafonds van het einde van de 19e eeuw, die achtereenvolgens de dageraad, de dag en de duisternis voorstellen. Ze zijn van de hand van Georges van den Bos en Charles-Léon Cardon, die inspiratie vonden in het werk van de hofschilder van Lodewijk XIV, Charles Lebrun. Deze denker, een replica van die van Michelangelo, die op een uurwerk is afgebeeld, heeft zijn naam gegeven aan de zaal waarin zich vandaag deze klok bevindt. Als een lid van de koninklijke familie overlijdt, dient deze salon als rouwkapel. De spiegelzaal werd in het begin van de 20e eeuw getekend door architect Henri Maquet. Leopold II wilde deze zaal in het teken stellen van Belgisch Congo. De frontons boven de schoorsteenmantels werden dus versierd met een kaart van Afrika.
Helaas stierven zowel de koning als zijn architect voordat de werken voltooid waren. De financiële en politieke problemen in het begin van de regering van koning Albert I verklaren waarom de oorspronkelijk geplande allegorieën werden vervangen door meer democratische spiegels, vanwaar de naam Spiegelzaal. Tot nog toe hebben wij in dit grote paleis nog niet veel volk ontmoet. In het ruim van dit immense schip werken nogthans achter de schermen tal van ambachtslui om het voorbestaan van dit gebouw en zijn ingesloten schatten te vrijwaren. Stoffeerders, elektriciens, zilversmeden, restaurateurs van schilderijen, schrijnwerkers. Allemaal geven zij het beste van zichzelf, opdat het paleis de tand des tijds zou doorstaan.
Het Koninklijk Paleis van Brussel ligt dicht bij de plaats waar zich het vroegere Paleis van de Hertogen van Brabant bevond, dat in 1731 door een brand werd verwoest. De Oostenrijkse regering besloot het verwoeste kasteel niet herop te bouwen. De tuin van het oude kasteel werd volledig heringericht als een park met geometrische lijnen. Het huidige Paleizenplein was een van de vier straten die het park omringde. Rond 1786 werden langs deze straat vier herenhuizen gebouwd. De twee middenste huizen werden gescheiden door de Heraldiekstraat in het verlengde van de centrale as van het park. Deze huizen werden bewoond door de gevolmachtigde Oostenrijkse minister en door de kanselarij van staat en oorlog. Na 1814 werden deze twee huizen met elkaar verbonden en vormden zij het paleis van koning Willem I van de Nederlanden. Toen de revolutie van 1830 uitbrak, waren de werken nog niet voltooid. Tot de taken van de koning behoort onder meer de ontvangst van de nieuwe aangestelde ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen voorleggen. Hier betreedt de ambassadeur van Groot-Brittannië het paleis en wordt hij begroet door de koninklijke wacht. Een ceremonie die, zoals u ziet, gepaard gaat met enig protocol. Ambassadeurs blijven gemiddeld 3 tot 4 jaar op post. En Brussel telt ongeveer 170 bilaterale ambassades. Zodat deze ceremonie meer dan 40 keer per jaar plaatsvindt. De grondwet voorziet in geen enkele bijzondere officiële functie voor de koningin. Toch hebben de Belgische koninginnen altijd een rol gespeeld in het openbare leven. Zo staat koningin Paula de koning bij in zijn taken als staatshoofd. Daarnaast ontwikkelde ze ook haar eigen programma van sociale en culturele activiteiten. Wat onder meer tot uiting komt in bezoeken aan alle uithoeken van het land. Zij volgt met grote belangstelling de problematiek van jongeren in moeilijkheden. We zien haar hier in haar kantoor in vergadering met de voorzitter en de leden van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in verband met het acute probleem van de te hoge schuldenlast. De koning vertegenwoordigt en belichaamt niet de staat, een machtsapparaat, maar de natie. In die hoedanigheid begeeft hij zich naar het buitenland om er staats- of vriendschappelijke bezoeken af te leggen en er het imago van België uit te dragen. Of ontvangt hij staatshoofden die ons land bezoeken.
Zo ontvingen koning Albert II en koningin Paula in mei 2001 koning Carl Gustaf XVI en koningin Sylvia van